Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 18. Ik ben weer renig met mijn poepie. Ah joh, dat is normaal. Ik zal je hoofd niet in beeld brengen, alleen goed, tieten. Ja. Dat is dan het slechtste gedeelte, dat aan mijn kont. Oké, we zijn weer... Heb je een Nee. Jawel, maar je hebt in alle broeken een dikke kont. Zo'n dikke kont. Ik ben weer erin met mijn moppie. En nu ga ik even die pakketjes allemaal uitpakken. Want daar lag ik eigenlijk de hele nacht van wakker. Want ja, pakketjes, dat is gewoon goed voor mij. Ik heb wat kerstkaartjes gekregen. Deze is een houten kerstkaart van Brian. Echt super lief. Echt, dankjewel Brian. Super, super lief. Ik heb nog een kaartje gekregen. Nobody knows I like Christmas. Met Voldemort. Heeft hij dat nou zelf gemaakt? Dat zou wel echt knap zijn. Echt heel leuk. Van Rod Jonk. Dankjewel. Ik heb een pakketje gekregen van MSI. Met allemaal lekker dingen erin. Dit is wel apart. Melk met glühwein chocolade. Ik ben echt benieuwd hoe die smaakt. Oh. Kerstspekjes. Dit is een soort speculaas en kerstboom. Oeh, deze. Yummy, dankjewel MSI. En toen hadden we ook nog PlayerUnknown Battleground die een heel pakket opgestuurd heeft. Die ga ik ook eens even uithalen. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit, joh. Eens even kijken. Wat is het? Wat is het? PUBG wijn. Kijk, dat wil ik. Leuk. Wat is dit? Een loot crate. Hot chocolate truffle. En dit is een... Wat is dit? Een loot crate ook? Even kijken wat erin zit. Dat is toch lastig met één ballon. Een mok. Of met één hand. Super leuk. Dat is echt super tof. En meerdere ballonnen. Hell yeah. Kun je een PUBG party geven. Een kleedje. PUBG kleedje. En wat zit hierin? Champagne glasses. Champagne glas. Dus even die zooi eruit. Oh yes. Champagne, let's go. Ik kan het er niet uit krijgen. Oké. En PUBG champagne glazen. Nice. Echt super leuk pakketje. Kijk, is ook nog, had ik nog niet gezien. Maar hier staat dus op. Ja, hallo. Even focussen. Happy 2019 from the PUBG team Amsterdam. Cool. Oh ja, dit pakketje was ik even vergeten, dat ik dat besteld had. Nee, dat zei ik op vlog. Oh. Jij weet het al. Het is Wonder Woman volgens mij. Yep. Oh god. Ja, dit was ik dus even vergeten. Shit. Nog ook echt lang op. Wat wil je zeggen? Zondag een lang lopen, joh. Ja? Waar had jij maar heen gelopen dan? Huh? Waar had jij maar heen gelopen? Rondje dijk. Oh. Ja, wandelen is altijd wel leuk, vind ik. Leuker dan fietsen. Nee. Vind je niet? Fietsen halen sneller. Ja, dan zie je wel meer. Maar we zijn onderweg naar de ouders van Nicky. Gaan we eigenlijk altijd op dinsdagochtend heen. Even koffie drinken. Zijn ze opa en oma er. En Christian, het zoontje van een zus van Nicky. Dus dat is altijd gezellig. Ik heb je ouders een beetje gemist, is dat haar? Maar ik heb iedereen gemist. Oké, nou laat maar. Doei. Wat zeg je? Oh, ze heeft nog een hele car. Ik heb niet opgelet. Oké, er zijn een paar dingen die ik vandaag moet doen. We hebben net de boodschappen gedaan. Ik moet eten koken. Voor Nicky en voor mij vandaag. En dan moet ik de kerstboom even fatsoeneren. Want het is echt, ziet er niet meer uit.
Dan moet ik bepalen welke kast we bij de IKEA gaan halen. Dus dan moet ik even uitzoeken, mailtjes beantwoorden. Een beetje alles op zijn gemak. Want ik moet een beetje weer in het ritme komen. En verder, ik had nog meer om te doen. Laten we in ieder geval beginnen met lunchen nu. Kijk, dit is de salade. Ik hou van veldsla. Dus ik heb veldsla met mozzarella, tomaat, cherry tomaatjes en appel. En dat doe ik dan mixen. En dat, ja, ik hou hier gewoon van. Dit is meestal wat ik eet als lunch. Nicky en ik hadden allebei gezonde smoothie. Want jij, nee, die is van mij. Ja, Nicky heeft vegan. De protein. Vegan, gadverdamme. Ik heb een vegan. Volgens mij is vegan eten nog helemaal niet zo vies hoor, Nicky. Zal ik eens een keer iets vegans maken? Nee. Oké, ik heb net Expeditie Robinson teruggekeken, want dat moest ik nog doen. En nu ga ik de kerstcadeautjes inpakken met kerstpapier. Maar ik kan het niet laten zien wat ik gekocht heb, want mijn ouders kijken ook deze vlog. Dus helaas kan ik dat niet laten zien, maar ik ben wel heel tevreden over alle cadeaus die ik heb gehaald. Ik had een nep smartwatch in China gekocht, dus die ga ik eens even installeren. Kijken of het wat is. We gaan de melk glühwein chocola proberen. Dit is ook afbreken een stukje. Alsjeblieft. Ja, doe mij maar een klein stukje daarvan. Lukt dat? Thanks. Wil je ook proberen? Vind je? Oh, je proeft wel dat er glühwein in zit. Ja, maar het beetje raar smaken. Ja, een beetje apart. Nee, ja, welke, ja, zachtig. Ja, ik kan niet alles laten zien hier, want ik ben met een geheimprojectje bezig. Maar ik ben de boel een beetje aan het opruimen. Ik heb bijna alles opgeruimd, dus dat is mooi. Oké, we zijn even wat later. Ik ben vergeten te vloggen dat we gingen eten. Hoe vond je het eten, Nicky? Yeah. Maar dan kook jij voortaan maar gewoon. Superlekker. En nu gaan we sporten. Nee, Nicky gaat werken. Ik ga de kerstkaart van Nicky's werk, van zijn PT-ding, ga ik rondbrengen. Hashtag girlfriend goals. En daarna ga ik ook flyers rondbrengen. Echt lief eigenlijk. Flyers? Ja, ik zeg altijd flyer. Fly. Flyers. Ik ging maar flyer rondbrengen. Dan haal ik heel veel nieuwe klanten. Fly. En ga ik daarna sporten en dan is Nicky weer klaar met werken. Dus, want je hoeft vanavond maar 4 uur of zo. Nee, 6. Oh, wacht. Nee, 4 uur maar te werken. Ja. Ja, dat scheelt. Dan kan ik precies in die tijd die dingen doen. En dan heb ik ook weer gesport. Vet goed. Nicky ook trots op mij. Dan hoef ik niet op de bank te slapen en zo. Oh ja, jij bent nog bezig met vloggen. Nou. Jij was tegen mij aan het praten, of wat? Huh? Was je nog aan het praten tegen mij? Nee, ik weer licht uit. Oh ja. Ja, zo fijn, zo'n vriendje. Oké, doei hè. Leuk je gezien te hebben. Doei. Hoi.